Welkom bij de podcast van Lean Leadership. Wij zijn Maarten Bossers en Caroline Massa. En in deze serie spreken wij met elkaar over leiderschap en verandering. Onze eigen ervaringen, onze onwetendheid, maar ook onze nieuwsgierigheid gebruiken we als leidraad. Veel plezier met deze aflevering. Hey Caroline. Dag Maarten. Hallo. Heel lang geleden. Ja. Twee maanden. Dat, twee we, maanden. Nog een, dat we nog een podcast, podcast hebben, hebben opgenomen. Maar ja, we hebben ook twee maanden. Hard gewerkt? Ja, heel veel bij klanten gezeten. Druk maanden eigenlijk ja. geweest. Dus eventjes we... geleden dat we nog hier zo tegenover elkaar hebben gezeten. Ja, dat is al even geleden. Ik ja. dus, hm, heb wordt je tijd... gemist. Ja, <lacht> kijk. <lacht> ja, ik, ik zou hetzelfde kunnen zeggen, maar ja, ik ga het niet doen. als je doet... luistert, wordt het helemaal rood. Dus. <laughs> ja, ja. Maar goed, daar gingen we het niet over. Nee, we gaan het over andere dingen of hebben. onze ervaringen van de laatste weken. Ja. want die liepen wel wat gelijk hè? die liepen wel wat gelijk, gelijk en ik heb het gevoel dat het tijd is dat het lente wordt ja, ik denk dat ook mensen ja. hebben genoeg van het donker weer de kou ja, uh... want het is nu begin februari hè? deze aflevering komt online de laatste week van, van maart ja. maar we hebben heel wat trainingen achter de rug de voorbije ja. weken heel wat workshops en daar zien we toch zowat hetzelfde hè? dezelfde existentiële vragen hebben we oh. vernoemd ja, <laughs> Maar ja, het zijn van die grote vragen waar je heel veel ja, een stuk frustratie in hoort. En... Moedeloosheid, Moedeloosheid noem ik het. Ja. hopeloosheid bij ja, momenten zelfs. Ja. Ja? Ja. ja, ik stel dan aan zo'n. Ik, ik geef een workshop over. Ja, over Lean, natuurlijk, over wat anders. Ja. En een van mijn eerste vragen is: ja, waar, waar liggen jullie echt wakker van? Dus ik heb ja. dan een zaal vol met leidinggevenden voor mij. En dan stel ik de vraag, waar liggen jullie echt van wakker? Ja. En dan krijg ik Antwoord. zeer interessante antwoorden. Ja. Vertel maar, ja. ja. veel gehoorde. Ja, een vraag is, ja, waarom nemen mensen hun verantwoordelijkheid niet, Caroline? Die heb ik ook gehoord. Ja. Waarom doen ze nooit wat ze moeten doen? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Of, uh, ja, waarom zijn ja. mensen niet meer zoals vroeger? Ja. Vroeger was het alles, alles, alles als beter. Als ik, beter ja, ja, en ik kom ook op die leeftijd dat ik dat soms... Ja. <laughs> maar ja, die, die vraag komt heel vaak terug. Mensen waren gemakkelijker, vroeger, werkten mm. beter Meer gemotiveerd. Meer gemotiveerd. Zaten nog in met hun job. werk. Zaten ja. in met hun werk, waren vier op hun werk, waren betrokken bij hun werk? Mensen waren beter vroeger. Mm -hmm. Dat is duidelijk. Zeker medewerkers. Hè? Ja. Klopt. Ja, horen we heel vaak. En ook een andere vraag: hoe breng je terug positieve energie in een team? Hoe draai ja. je een team om? Hè? Hoe draai je een team om? Ja. Hoor ik ook Was, heel vaak. Ja, ik zit toch met heel wat slechte elementen op mijn, in ja. mijn team, op ze mijn werkvloer. Mij, ja, ze hebben mij al een overschot gegeven, dan denk ik. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> oh, maar ik weet niet met wie ik dan medelijden moet hebben. <laughs> ja. ja, maar ik ben blij dat jij er ook zoveel van hebt. Ja, en... en, heb ik en ook Al en... veel gehoord. Ja. Het is allemaal, ja. En daar, ja, wat je dan kan zeggen is, wat gebeurt er hier nu echt eigenlijk? Hè? Mm -hmm. Van waar komen die vragen want als je dat zo bekijkt, ja, ja, ik noem dat existentiële vragen, want daar zijn geen, geen simpele antwoorden op. En die vragen, die kloppen ook. Ik bedoel, dat zijn ook terechte vragen. Ja, maar terecht in welke context? Ik kan me inbeelden dat voor die persoon, in een bepaald geval, dat dat terecht is. Maar in mijn ogen zeggen die vragen vaak meer over de persoon die ze stelt dan over hmm. de mensen waarover hij of zij spreekt. Ja, want er zit veel frustratie onder. Veel frustratie, veel oordeel, veel bosheid, momenten. Clichés. Ja, en wat jij daar straks zei: moedeloosheid. Moedeloosheid, ja, ja. Zo van: kan er allemaal niks aan doen. Er is, het is allemaal verloren zo bijna. Mm -hmm. Dat gevoel kreeg ik straks. Ja, en ik denk dan: ik, ik, ik uh, geef dan de schuld op het moment van het jaar. Ja. <laughs> Ja, de de, de winterbloes. Ja, dat zal er misschien voor een stuk. Tijd voor wel het mooie weer. Maar ik heb het in de zomer ook al gehoord. Ah ja. Het <laughs> is, is nu niet, is niet echt zoonsgebonden. Maar ik denk wel dat het misschien te maken heeft. Met, ik leef ook maar in deze tijd, ik weet ook niet hoe het vroeger was. Ja, dat de wereld wel misschien een, voor veel mensen een moeilijkere plek lijkt dan pakweg 20 of 30 jaar geleden. Mm -hmm. En. Ja, dat er met alles wat op ons afkomt en de hoeveelheid informatie, en daar hebben we het nog wel over gehad, dat er bij heel veel mensen een gevoel is van onzekerheid. Te veel informatie, waardoor ze niet meer weten wat ze moeten geloven en niet moeten geloven, wat klopt en wat niet klopt. Te veel ja, onduidelijkheden, verlies van controle ook over veel dingen. Het is allemaal niet meer zo, zo vatbaar als vroeger. Denken ze dan? Want ik, ik vermoed ja, dat er altijd heel veel problemen geweest zijn. Maar dat het nu erger lijkt, op een of andere manier. Ja, we leven echt in een VUCA-omgeving. Ja, in die fameuze... Hebben ja, we dat, dat dingen... Ja, weet minder... je nog wat VUCA betekent? Ja, je gaat dat me nu niet ja. eens vertellen. Caroline. <laughs> Oké. Okay. We hebben het daar al, al ooit over gehad, ja, denk ik. Ja, volatiel. VU... volatiel. dus ja. de dingen gaan... Ja, niets lijkt nog vast te staan, alles verandert constant. Ja. De U staat voor uncertain, onzekerheid. Onzekerheid, ja. 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 Energiecrisis. Ja, mensen zeggen. COVID. Zijn, ja, wel even ons. Er, er zijn geen zekerheden meer, zeggen de ja. mensen. Allee, ik ga nu een stom voorbeeld geven, we hebben het nogal eens over politiek gehad. Maar vroeger was het politieke landschap heel standvastig. Mm -hmm. hè? Je had de CVP in het midden. Die haalde 40%. Van ja, de en dan had je de BSP in de tijd nog links van het spel. Oei, dat heb ik zelfs nooit. Be ja. BSP. Ja, de Belgische Socialistische Partij. Ah, ja, ja, dat was in de jaren. Dat was, was tussen 1830 en 1900. En dan aan de rechterkant van de PVV. Pest voor Vlaanderen. Nee, Voor vrede en vooruitgang, yes. En maar dan. Zonder bepaalde dingen, maar dat was simpel. Hè? Mensen ja. wisten precies waar ze stonden vandaag. Niks is meer duidelijk. Links is rechts, rechts is links, boven is onder. En alles lijkt, lijkt rond te draaien de hele ja. tijd. Maakt het moeilijk. De C staat voor complex. Ja. En ik denk dat dat ook zo is. Ja, de wereld is ook veel groter dan vroeger. Veel hè? groter, hè? ja. En je merkt ook de complexiteit waar vroeger je precies nog vat had op iets. Ja, vandaag lijkt, lijkt iets wat hier gebeurt, ja, dat heeft impact op iets wat aan de andere kant van de wereld. En omgekeerd. Mm -hmm. En wij kunnen daar niks meer mee. En daar zitten zoveel factoren op die daar invloed op hebben. Ja, dat mensen het gevoel hebben dat ze geen enkele controle meer hebben erover. Mm -hmm. En dan de laatste, de ambiguïteit. Ambiguïteit. Ja. Ja, de, de tweeslachtigheid van alles. Ja. En daar vinden we ook wit en zwart. Het is allemaal ja, is... grijs. Dat maakt het moeilijk voor ons. Ja. En dan denk ik dat die vragen die hierboven staan, je kunt zeggen wat heeft dat daarmee te maken. Maar ergens drukt dat denk ik ook die, die moedeloosheid uit. En dat, dat verlies van vat hebben op dingen. Waardoor het allemaal veel moeilijker en zwaarder lijkt. Met ook gevolgen van toenemende stress. Mm -hmm. en mensen zijn, voelen zich allemaal gestrest. Op een of andere manier onder druk gezet. Mm -hmm. ja, en eens dat wij onder druk staan, vinden we het ook veel moeilijker om de dingen helder te zien. Dan, dan, dan hebben we vaak een tunnelvisie op zaken. Ja. Onbewust, daar kiezen we niet voor, dat is gewoon zo. Wat ook weer veel moeilijker maakt om het op te lossen. Hmm. Dus het hangt allemaal een beetje moeilijk aan elkaar. Hè? Maar inderdaad, die vragen horen we ook heel vaak. Hè? Ja, er is inderdaad heel wat moedeloosheid in. En, en, en al dan niet ingegeven door, door de maatschappij, door de wereld waar we in leven. Ja, de complexiteit, ja. de veelheid van de dingen. Ook, ja, doet me ook heel erg denken. Getting things done. Hè. Ja. Getting things done. Hè. Een manier om, om, om jezelf te organiseren op een efficiënte manier. Wat een beetje een antwoord is op, ja, op, op, de, op, overdaad op de, de overdaad en de, ja. de complexiteit ja. van de zaken. Om orde te scheppen in de wanorde, ja. in de chaos ja. eigenlijk die ons omringt. Hè. En daar hebben wij nood aan. Hè. Fundamenteel hebben wij als mensen allemaal nood aan. Ja, orde eigenlijk en orde is controle hebben mm -hmm. op wat er rond ons gebeurt. Hè. Rust, hè. Rust en controle. Ja. Duidelijkheid. Wij, wij, wij snakken daarnaar. en mm -hmm. De wereld is het niet. Hè? Dus... Nee, en als we dan nog eens terug naar die vragen kijken. Hè? Mm -hmm. Waarom nemen mensen hun verantwoordelijkheid niet? Waarom zijn mensen niet meer als vroeger? Hoe breng je terug positieve energie in een team? Ja, dat lijkt ook, ook de manier waarop die vraag gesteld wordt, dat je daar zelf als vraagsteller geen antwoord, geen antwoord meer op hebt. Hè? Of geen, geen vat ja. meer op hebt, geen ja. invloed op hebt. Klopt, je hebt daar ook... Heel weinig invloed op. Hè? Mm -hmm. hoe, hoe kunt je dan toch met die vragen omgaan? Want dat zijn wel vragen die, die leven, die, die jij in je sessies gehoord hebt, die, die ik in mijn sessies gehoord ja. heb. Ik denk wat belangrijk is inderdaad, dat je mensen dan helpt om dat terug te relativeren. Kleiner, relativeren en kleiner te gaan maken. Wat bedoelen ze dan daar heel precies mee? En van daaruit, en dan iets wat ik vaak gebruik om, om mensen daar dan een beetje aan het denken rond te zetten, is onze fameuze cirkels van invloed en betrokkenheid. Die, uh, van Covey. Covey. Stefan ja. Covey. Van Stefan Covey of Steven Covey, Stephen whatever. Covey, ja. ja, cirkels van invloed en betrokkenheid. Ja, en, die uh, hij beschreven heeft in zijn boek, ja. The Seven Habits of Highly Effective People, People. inderdaad. Wat dan vertaald wordt in het Nederlands naar de zeven gewoonten van... Echt, ik, ik heb geen idee. Effectief leiderschap. Effectief ik. leiderschap, ik denk We zetten het op de site. We zetten ja, het op de site. Het gaat, de, gaat zoiets. Zijn. De titels matchen niet honderd ja, Nee, dat maakt het altijd moeilijk om het te vertalen. Ja. Ja. <laughs> en dat is soms een manier om mensen eigenlijk terug aan het denken te zetten. Over ja, dit is zo groot dat ik er niks aan kan ja. veranderen. En ik, dan terug te brengen, waar kan ik dan ja, naartoe? Je moet dat even uitleggen, want je spreekt over twee cirkels: hè? een cirkel van betrokkenheid. En een cirkel van invloed. invloed ja. Dus het zijn twee cirkels die. Je hebt een kleine cirkel. Twee concentrische cirkels. Ja, twee concentrische cirkels. Een Ingen... beetje en een grote die daar rondvalt. Dus concentrische cirkels, beste mensen. <laughs> ik ben ingenieur en ik heb ook een dochter die in het eerste middelbaar zit. Dus dat helpt. Ja, ja, ik ben geen van beiden en heb hier... geen... <laughs> maar, en hoe moet je dat dan zien? Eigenlijk, Kovi maakt dan het verschil. De cirkel, de binnenste cirkel, noemt hij de cirkel van invloed. Ja, de kleinste cirkel. De kleinste cirkel is de cirkel van invloed. En de cirkel van invloed, ik zeg dat altijd: dat zijn al die dingen waar wij zelf impact op hebben. Waar wij als individu iets ik aan kunnen veranderen. Iets aan kan veranderen waar ja. ik iets mee kan. Ja. De cirkel van betrokkenheid, de buitenste schil, van de buitenste laag, dat zijn dingen die wel impact hebben op mij. Ja. Maar waar ik niks aan kan veranderen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is het weer. Ja. Dat kan echt wel impact hebben op ons. We zijn ook zo begonnen. Ja. De winter duurt te lang, mm. het is te donker, het is koud. Ja. En mensen lijden daar op een bepaalde manier onder. Of sommige mensen, al sinds. Mm -hmm. ja, maar we kunnen er wel niks aan doen. En dat is het cirkel van betrokkenheid. En wij hebben allemaal een cirkel van invloed en een cirkel van betrokkenheid. Mm -hmm. Nu. Volgens Covid, en ik, ik vind het wel een mooi principe, gaat het erom om in je leven eigenlijk op zoek te gaan naar die dingen waar jij invloed op hebt. Ja. Want daar kan jij iets aan veranderen. Mm -hmm. En wat zijn de dingen waar ik invloed op heb? Dat is hoe ik, hoe mijn humeur. Mm -hmm. Ik kan ervoor kiezen om goed te zijn of om slecht gezin te zijn. Ik kan ervoor kiezen om over mijn problemen te praten of altijd alles. Te verzwijgen. Ik kan ervoor kiezen om feedback te geven aan iemand ja. of het niet te doen. Ik heb heel veel keuzes elke dag. Hm. Daar heb ik invloed op. Ja. Ik heb natuurlijk geen invloed op wat andere mensen gaan doen hm. daarmee. Ja. Ik kan jou wel feedback geven over iets. Maar of jij daar iets aan gaat doen, dan, dat is helemaal jouw keuze. Ja. Daar heb ik geen impact meer op. Hm. Dat ligt in mijn cirkel van betrokkenheid. Hm. En zo zijn er. Die, dan komen we in die laag van het cirkel van betrokkenheid. En ja, dat is nu precies heel vaak ja, wat andere mensen denken, doen, zeggen, zich gedragen, ja. al dan niet willen. Ik kan daar niks mee. Mm. Maar ik erger mij daar wel ontzettend aan. En heel vaak heeft het gedrag van iemand anders input op, eh, input niet, impact op mij. Ja. En daar struggelen we heel hard mee. Mm -hmm. En dat merk je ook in die vragen, hè? die existentiële vragen, ja. die zich bijna allemaal richten of uitsluitend richten tot de cirkel van betrokkenheid, betrokkenheid, de zaken waar je eigenlijk zelf geen impact op hebt. Nee. En dan is het zaak om, om je vooral te focussen op de zaken waar jij wel invloed ja. op hebt, want die cirkel kan dan ook groter ja. worden. Hè? Dat is de dat stelling. De, dat is de theorie, hè? En ik denk dat we dat ook al wel allemaal gemerkt hebben. Mensen die erin slagen om zich heel erg binnen die cirkel van invloed te bewegen. En die zich niet te veel bezig houden met de anderen en, en hoe anderen erin zitten. Maar die zeggen: Kijk, ik weet wat ik kan veranderen en ik ga daarmee bezig zijn. Dan merk je dat die mensen vaak aan invloed winnen. Daar wordt naar gekeken, daar wordt naar geluisterd. Die stralen ook vaak een, een soort gezag uit of een o. soort leiderschap uit. Omdat die heel erg in hun eigen invloedssfeer bewegen. He? Waardoor die eigenlijk gaan gaandeweg hun, invloed, hun kring van invloed groter maken en hun cirkel van betrokkenheid eigenlijk kleiner. Hm. Omgekeerd zien we ook het gevolg dat mensen die heel veel binnen die cirkel van betrokkenheid blijven en altijd eigenlijk gemakkelijk een beetje een slachtofferrol vervallen. Ja. He, het is de schuld van de ander. Het is de schuld het is van de is de andere afdeling die niet mee wilt. Ja, de ander. Het zijn mijn nieuwe medewerkers van een andere generatie dat. die niet meer, die niet meer op de juiste manier denken. Ja. Dingen. En die daar heel veel mee bezig zijn, en eigenlijk al hun energie daarin steken. Het werkelijk zijn heel vaak na een tijdje gaan we zo mensen zien als ja, een beetje negatief slachtoffers. Zij niet mee, willen niet mee. En gaandeweg gaat hun cirkel van invloed ook steeds kleiner worden. Ja. Dus, waardoor ze zich nog meer slachtoffer gaan voelen van de omstandigheden. Ja. Dus het is ook het verschil eh, wat COVID dan maakt tussen mensen die heel proactief zijn, en die zitten heel sterk in hun cirkel van invloed, mm -hmm. terwijl je mensen hebt die heel reactief zijn, constant achter de feiten leid aan te houden, mm -hmm. ja, die heel veel in die cirkel van betrokkenheid verblijven. Ja. En dus de uitnodiging is, naar heel veel mensen, probeer, probeer die cirkel van invloed, ja, echt op te, heb, op te zoeken en te gebruiken. Daar actie te nemen. Daar actie te nemen en je daar zoveel mogelijk te bewegen. Mm -hmm. Want daar gaat je eigenlijk, bij wijze van spreken, ook gelukkiger ja. kunnen zijn. En mij doet dit ook heel erg denken, en je weet dat, Caroline, van mij. Ik ben heel veel boeken aan het lezen ja. over stoïcisme de laatste ja. tijd. Ik ben uh, 42, dus. Uh... Een kleine midlife crisis komt eraan. <laughs> nu, als het zich beperkt tot boeken over het stoïcisme, Dan gaan we niet verder op in nee. <laughs> Maar in ieder geval, stoïcisme, Seneca bijvoorbeeld, ja. die, die, die spreekt over hetzelfde. Hè die zegt ook, ja, je moet je focussen op die zaken die je wel onder controle ja. hebt en, en focus je veel minder op de zaken of focus je niet op de zaken waar je toch niks aan kunt veranderen. Ja. En een belangrijk voorbeeld dat Seneca aanhaalt is bijvoorbeeld politiek. Hè, een heel effecting. mooi voorbeeld. Van, ja. Dus ja, ik... ik, ik uh, we zitten nu in de week van de van, het, van de stikstofdeal op vlaams niveau, die er, die er maar niet dreigt de te komen. komen. Ik kan niet zeggen dat ik ervan wakker ligt, maar het doet mij wel iets. En, 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 en eigenlijk ligt dat in mijn cirkel van betrokkenen. Ik zou er ook niet van, van, van moeten wakker liggen, Caroline. Ja, invloed heb je Ik meer. heb daar geen invloed op. Nee. Op nee, nee, nee. Nee, nee, nee. dit moment hoeft niet, nee. 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 Um, maar bijvoorbeeld, wat, allee, een heel, waar je mee nu aan doet denken, is bijvoorbeeld het hele klimaatverhaal. Ja? Heel veel mensen beschouwen dat als iets waar een cirkel van betrokkenheid zit. We maken ons daar zorgen over, of heel veel hmm. mensen zijn daar toch wel. Zijn daar toch wel op een of andere manier mee bezig? Ja, en je hebt niet echt het gevoel van ik heb daar invloed op. Ik hè? heb daar heel, ja. ik kan daar absoluut niets aan doen. Wat je ook, En dan voel je ook, dat maakt je moedeloos. Mm -hmm. je, je laat de schouders waar hangen en zelfs nog erger op de deur heb je gezegd: weet je wat, ik kan er toch niks aan doen. Ik trek er mij ook niks meer van aan. Ik doe ja. gewoon verder gelijk ik bezig ben. Waardoor we, als we dat met z'n 7 miljard allemaal blijven doen, ja, waardoor we het probleem inderdaad niet aanpakken. Hm. Wat je merkt, die mensen die dan zeggen: oké, okay, ik ga het grote probleem niet kunnen veranderen, maar ik kan wel mijn impact in of mijn andere deel manier mijn deel doen. Ja, op zich gaan die misschien ook niet het groot probleem direct veranderen. Maar je merkt wel dat die op individueel niveau zich gelukkiger, daadkrachtiger en beter ja. voelen. Want die machteloosheid die zit, valt, weg. Die valt weg bij hen. Dus als we even gaan toespitsen op de vraag: waarom zijn mensen niet meer zoals vroeger? Dan zou je dat. Aan de hand van deze twee cirkels zou ik kunnen zeggen, ja, mijn cirkel van invloed, ik ga dat concreet maken, over welke mm -hmm. mensen gaat het juist in mijn team. Ja? Het gaat over die en die persoon. Die, ja, maar ook uh, niet over iedereen. Nee, nee het gaat over wel, die en die persoon. En laat ons daar eens mee spreken. Wat, 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 ja? wat scheelt er? Hoe komt het ja. dat, dat we die mensen niet, niet meekrijgen? Of, of dat die niet het gedrag vertonen die ik... Dat ik wil, en dat ik wil. is mijn, wat ik verwacht. Klopt ja. dat dan? Ja. Want je kan ook heel veel vragen gaan stellen over hoe jij er naar kijkt. Hè? Ja, en oké, okay, dat is een andere generatie. Dus voor een stuk gaat je dat niet onder controle hebben, want die generatie is op een andere manier groot geworden. Ja. Heeft andere waarden, heeft andere inzichten. Dat kun je niet veranderen. Nee. Dat is nu eenmaal zo. Maar er zijn wel een aantal elementen waar je wel een invloed op hebt. En, en, en daar kun je wel als leider mee aan de slag gaan. Ja, daar ja. moet je als leider mee aan, aan de slag, slag gaan. gaan. En ja, het is belangrijk. Ik moet nu denken aan, aan die fameuze. Quote, en ik, ze schrijven die altijd toe aan de anonieme alcoholisten, maar ik, ik denk dat daar een gigantische levenswijsheid in zit. De meeste mensen gaan die waarschijnlijk kennen. Ja. Geef mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Mm -hmm. En geef mij het inzicht om het verschil tussen beiden te zien. En dat is perfect. Dat is die cirkels van, van COVID. Yeah. Mm -hmm. En dat kunnen toepassen op je leven. Ja, dat maakt u gewoon een, een serener, rustiger mens. En ja. dat gaat je gelukkiger maken. En daardoor mm -hmm. ga je waarschijnlijk meer impact krijgen op je omgeving. Ja. En ga je waarschijnlijk meer kunnen veranderen dan te blijven vechten met die dingen waar je toch niks aan kan doen. En waardoor je bitter wordt, gefrustreerd, boos, kwaad, mm -hmm. moedeloos, hopeloos. En mensen eigenlijk zich van je af gaan keren, want dat is geen aangenaam gezelschap. Nee, nee, dat klopt. En hoe dat je daarmee aan de slag kunt gaan, ja, voor mij is de eerste stap: breng het dus eens in kaart. Ja, teken de cirkels. Teken de cirkels ja. en, 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 en alles wat dat in je hoofd schiet, waar, dat je, waar dat je van wakker ligt, bij ja. wijze van spreken, noteer het eens dus op die cirkels. Hè? Ja, en, en, en wees eerlijk bij jezelf: heb ik er invloed op of niet? En dan kan je nog spelen met hoe ver zet ik het af van mijn invloed? Zet het echt werkelijk heel ver weg? Of is het ja. iets waar ik misschien door iets te veranderen toch binnen mijn invloed kan krijgen? En dan krijg je en, meer inzicht. En mijn ervaring is dat je vaak meer invloed ergens op kunt hebben dan dat je in eerste instantie soms. zelf denkt. Ja, maar dan moet je het in kaart brengen. En hm. vaak moet je het ook kleiner maken. Hm. Moet je het behapbaar maken. Heel de wereld veranderen kunnen we niet. Hoe graag we dat ook soms willen. Ik heb wel invloed op een aantal dingen die heel dicht bij mij zijn. Hè? Mij bijvoorbeeld. Op je. Een chance. Gelukkig, hè. <laughs> ja. Andersom is dat minder, Caroline. <laughs> <laughs> wow. Valt nog meer denk ik. Ja. Nee, goed. Hebben we daar nog iets over te vertellen? Goh, ik denk, ja, ik hoop dat mensen hier eventjes over beginnen nadenken. We gaan natuurlijk nu op uh, onze website de artikel ook plaatsen. We gaan daar wat meer uitleg geven. Ja, en voor onze leden, hè, ja? die, die altijd, hè, die, die club van leden, die wordt groter en groter elke week. Dus daarvoor bedankt, hè, mensen. Maar voor de leden gaan we hier nog wat extra ja. vastplakken. Ja, want hier valt veel over te zeggen. En misschien moeten we daar zelfs een webinar over doen in het najaar, Want onze ja. webinars zitten nu vol. Ik bedoel, ja. de, de onderwerpen zitten vast. Kosten, die, liggen ja. vast die liggen vast. Maar dit is een groot topic dat verder gaat dan puur professioneel. Dit gaat echt, denk ik, over fundamenteel gelukkig zijn met het leven dat je hebt. Ja. En is dat niet wat we allemaal voor een stuk naar schrijven, ook in ons werk. Mm -hmm. en, uh, dus ja, kan iedereen helpen. Absoluut. En mensen die lid willen worden, die kunnen naar onze ja. website surfen. En uh, die kunnen daar... Ik denk rechtsbovenaan bovenaan op lid klikken, klikken ja. en dan kun je zien onder welke voorwaarden dat je lid kunt worden. Ja, dus, doe dat vooral. Uh, en dan zit je welkom in de club en dan zien en horen we elkaar wel. Ja, goed, perfect. Caroline, het was leuk om opnieuw met u gesproken te hebben. Ah oh ja, ik vond het... Ik ga die cirkels beginnen tekenen. <laughs> doe dat vooral. <laughs> dat ga ik doen. Alles. Caroline, ja, dag. dag. Bedankt voor het luisteren. Wil ook jij het verschil maken en je beste werk leveren? Bezoek dan zeker onze website www.leanleadership.be. Leer ook onze andere podcast kennen en word abonnee van het Lean Leadership Lab.